Dag dames en heren, welkom vanuit het ondernemerscentrum Sharebiz. Ik heb hier eigenlijk drie mensen aan tafel die een thuiswedstrijd spelen, zou je kunnen zeggen, want ze zijn alle drie ondernemer hier in dit pand. Kees de Reus, interim manager crisismanagement met name volgens mij. Harriet Franke, advocaat. En Hans Ouwekerk, hoe zal ik je typeren Hans? Journalist, redacteur, communicatieadviseur. Communicatieadviseur, denk ik. Van alles, wat beheerst je niet op dat gebied? Advocatuur. Advocatuur, ja precies. We zitten hier bij elkaar op een feestelijke dag. Hè. Vandaag is het pand officieel geopend. Jullie zitten alle drie hier in dit pand. Wat is nou de toegevoegde waarde, Harriet, voor jou, vanuit jouw bedrijf, om hier te zitten überhaupt? In de eerste plaats ontmoet je elkaar regelmatig. Je leert elkaar goed kennen. Maar ik moet vaak voor de behandeling van een zaak andere kennis die ik niet beheers, inwinnen. En daar zijn vaak bijvoorbeeld belastingadvies. Nou, dan hoef ik maar één deur verder. En de informatie ligt voor me gereed. Dat in de eerste plaats. In de tweede plaats zit er achter ieder bedrijf binnen Sharebiz natuurlijk ook weer een heel netwerk dat elkaar versterkt. En dat is wat mij betreft in ieder geval een van de belangrijke dingen. Ben je een oud-gediende? Ben je iemand van het eerste uur? Of zit je... Nee, ik zit hier sinds december, dus ik mag... 2012, nou Hans, dat heb je volgens mij jaartje. Ruim overtroffen. Hè? Je ruim overtroffen. Jij hoort wel bij een van de eerste ik bewoners, hoor bijna tot het meubilair, mag ik... Maar tot volle tevredenheid, hoop ik? Ja, zeker, nog steeds. Ja. Ik zit hier vanaf januari 2011. Dus je hebt het... Zien groeien, ik heb het zien groeien, ja. En ik verbaas me er nog. Het was een verbaas me in die zin. En ik zit in het kamertje hier daarnaast en dan zie ik mensen voorbij lopen. En ik goh, wat doen die zijn al die mensen? Nee, maar gekheid. Nee, maar je ziet echt de dynamiek daardoor wel toenemen. En dat is denk ik ook wel de kracht van het gebouw en van Sharebiz zoals we dat op dit moment hebben. Haal je hier ook opdrachten uit? Ik haal hier ook opdrachten uit. Ja, mensen die bij jou en dat komen, zie je toenemen nodig. Ja. Die even binnenlopen of je staat bij het koffiezetapparaat en dan komt er sprake. En dan zeg je, goh, moet ik er even naar kijken? Zo begint het vaak. En andersom, Kees, misschien doe jij dat ook wel. Beveel je ook mensen aan in jouw netwerk als je buiten de deur aan het borrelen bent of recepties afloopt? Ik weet niet überhaupt of je dat vaak doet, maar is dat zo eigenlijk? Doe je dat vaak? Ja, mijn grootste deel van mijn werktijd bevindt zich in de avonduren. Dus dat is dineren en borrelen. Prima, dus dan moet je genoeg andere mensen. Beveel je dan ook... ondernemers vanuit dit centrum aan? Ja, klopt. Ik heb pas eigenlijk nog een beetje op gemopperd. Dat ik uiteindelijk toch binnen dit pand her en der al toch zoveel werk had neergelaten. Dat ik vond dat ik ook een keer aan de beurt was. Je kreeg niks terug? Ik kreeg nog niks terug, dus daar moeten we nog even wat aan doen. Maar het geeft wel aan, en dat sluit aan ook op wat Henriette zegt. Doordat je uiteindelijk gewoon echt alle expertise hier bij elkaar hebt zitten. En zeg maar vanuit een beetje de bewonersverhalen, ik moest aan het begin nog aan wennen, wij zitten hier vanaf begin juni. Mm-hmm. Maar dat je inderdaad dingen shared, hè? En dat je dat ook met die biz wil, hè? De share business. Ja, dat begint wel te komen en dat merk ik wel. We hebben in ieder geval als bedrijf zelf wel een paar klantjes, met name aan de secretariaatse kant. Dus daar merk ik wel heel snel het werken. Maar het is wel dat je voor allerlei expertisevragen, doen we ook bij Harriet, met een aantal ontslagzaken die we even nog extra hebben laten beoordelen. Nou, en zo werkt het wel door en ga je uiteindelijk is het een domino-steentje wat steeds verder rolt. Totdat je uiteindelijk met elkaar de jackpot probeert te realiseren. Is dat ook de reden waarom je ervoor gekozen hebt om überhaupt je hier te vestigen? Of speelden andere redenen wellicht een rol? Nee, ik heb uiteindelijk wel bewust gekozen om... kijk, je kunt zeggen dat je als klein bedrijf heel veel expertise zelf hebt, maar je hebt ook heel veel expertise niet. En dan is het wel handig dat je vanuit een goede sfeer en een goede samenwerking dat bij elkaar kunt vinden. En weet je, als je niet kunt delen, dan kun je ook niet vermenigvuldigen. En dat zijn natuurlijk wel van die netwerkstatements en one-liners waar het uiteindelijk hier wel om draait. Als je niet kunt delen... Kun je ook niet vermenigvuldigen. Heb je nog meer van dit soort... Ja, hoeveel wil je delen? Nou, zullen we meteen afwerken? Hoeveel tijd hebben we? Je bent wie je kent. Dat is er ook zo. Klopt dat trouwens? Je bent wie je kent. Ja. Nou, ik denk wel dat het belangrijkste is dat je veel mensen kent, ja. En hoe doe jij dat? Veel mensen Nou ja, ik ben los van de... Omdat ik hier zit natuurlijk ook nog lid van verschillende netwerkclubs. Want er zijn er wel de nodige in Zoetermeer, geloof ik. Er zijn er heel veel. Er zijn er in de regio in elk geval iets van 2 of 23. Goedemorgen. Een keer zitten tellen, ja.
Ja. En die loop je allemaal af in de avonturen, Kees? Nee. Dat is wel heel veel. Uiteindelijk is dat wat je afloopt, is dat heel beperkt. En dat zijn toch een beetje je eigen clubs. Hè. Voor mezelf is dat Ziggo Lions organisatie, dus vooral nu wie surfkant. Ik ben in ieder geval lid van Floraventure, dus daar loop je wat activiteiten. Nou, je hebt gewoon je zakelijke activiteiten en zo maak je een plaatje compleet. Maar je kunt een hele werkweek hebben door alle borrels van vrouwennetwerken, RVOZ en dergelijke en gaan ze maar doorlopen. Maar ja, dan kom je niet meer aan werk toe. Dus geld verdienen is toch wel ook wel cruciaal, hoor. Maar 2, 3 in de regio hebben we het dan af en toe. Niet alleen in Zoetermeer. Zoetermeerse regio. Zoetermeerse regio, ja. Ja, ja. Ah, ja zo, dus zit Zoetermeer, Berkel en Berkel-Roderijs zit er dan bij. Lansingerland. Ja. En daar doe je ook volop aan mee, Harriet? Of komen de zaken wel op je af vanzelf in de advocatuur? Nee, dat is ook wel werkte tegenwoordig niet meer, hoor. Maar nee, ik ben actief in... vrouwennetwerken een aantal, dus ja, daar mogen de heren. Het is wel aardig dat je dat zegt, zijn er überhaupt veel vrouwelijke ondernemers in dit pand? Of zijn het vooral weer de mannen die de dienst uitmaken? Nee, volgens mij hier niet. Nee. Er zijn er echt wel een aantal. Prima, heel goed. Maar sorry, ga door. Ja. Een aantal vrouwennetwerken. Zit je maar, maar dat is het meeste in Den Haag en daar ben ik begonnen toen ik... net starten en net terug was in Nederland. Dus wat ik nou precies zocht en wat ik in die netwerken zou vinden, was mij niet bekend. Ik ben er naartoe gegaan. Het is niet echt een netwerk in de zin zoals wij dat kennen. Meer voor culturele ontwikkeling en dergelijke. Nou, dat doe ik erbij omdat ik dat leuk vind om te doen. Het netwerken zoals hier bedoeld, dat doe ik ook zeker. Vooral Kees nodigt me nog wel eens uit om gezellig te gaan borrelen. Daar is hij weer, ja. En de Lions, daar doe ik ook actief in mee. Nou ja, daar zijn ook genodigden van, die zijn hier ook vandaag aanwezig. Er liep eentje net met de slappe lach weg volgens mij, of niet? Was dat van nou nee hoor, er komt er een met de slappe lach binnen. Kijk eens aan. Kijk, zoveel lol hebben we. Maar daar doe je uiteindelijk ook veel contacten op die je... vanuit de Lions weer linkt aan je eigen onderneming, maar ook weer aan je eigen netwerk. En je bekijkt ook hoe je je eigen diensten, maar de diensten die je relaties aanbieden, hoe je die met elkaar kan koppelen. Dus het wordt wel steeds breder, uitgebreider. Het lijkt wel, Hans, ik hoor eigenlijk voortdurend juichverhalen, niet alleen nu, maar ook op andere momenten. Is de crisis hier volledig voorbij gegaan aan... Nee, dat zeker niet. Er is toch ook wel wat kommer en kwel achter de deur. En het aardige is dat je daar... Dat hoef je ook niet onder stoelen of banken te steken. Dat vind ik ook wel de grote waarde hier. Dat, over het algemeen is dat met ondernemers. Als je op een netwerkbijeenkomst komt, dan vraag je van... hey, hoe gaat het? En dan is het altijd goed. Ja, toppie. Fantastisch. En, geweldig, zou Burgemeester Abt zeggen. Ja. Maar dat is natuurlijk niet zo. Nee, maar dat kan hier ook niet. Want je komt elkaar elke dag tegen. En als iemand dan eens een keer even een tegenslag heeft of een slechte bui, dan is het van, gaat het niet zo goed vandaag? Dat kun je tijdens een netwerkbijeenkomst wel een uur, anderhalf uur verbergen. Maar niet de hele dag hier op kantoor. Oh, dus je kan twee gezichten tonen als daar. Hier in het veilige Sharebiz kan je gewoon... En dan komen hier, jongen. En buiten door gekkenhuis, geen avond meer thuis. Ja. Joep van Tech Texten komen dan voorbij, zou je kunnen zeggen. Harriet wel. Bij jou ligt dat anders. Ja. Nee, maar weet je, je bent natuurlijk niet altijd bezig om te zeggen van hoe slecht dat gaat. En iedere ondernemer die kent zijn dalletjes. En dat betekent ook een beetje de economische crisis. En dat zien wij vanuit onze eigen dienstverlening. Ik krijg gewoon ruim je oren. Als ik naar mijn eigen bedrijf kijk, en ik heb daar nooit moeilijk over gedaan, waren we een van de eerste die het ruim om de oren van de crisis kregen in 2010. En toen heb ik de deur van het faillissement ook gezien. Nou, dan heb je twee mogelijkheden. Of je gaat buffelen, vechten om die deuren voorbij te gaan. Nou, dat is gelukt. En nu zitten we in de fase dat we inderdaad wat groei tegemoet kunnen zien. En de ondernemer die zegt dat dat niet waar is, die geloof ik niet zozeer. En dan is het ook wel gewoon dus prettig dat je hier met elkaar dat soort dingen ook kunt delen. Ja. Hier in de vertrouwelijke omgeving, zou je zeggen, van Sharebiz. Want in jouw wereld, de wereld van communicatie en teksten en dat soort zaken, zal het ook een beetje zo gaan met vallen en opstaan. Ja, zeker. Ja, kijk, mijn core business is natuurlijk vastgoedcommunicatie.
Kijk. 70%, 75-70% van mijn omzet is vastgoed gerelateerd. Nou ja, we weten allemaal hoe het gaat natuurlijk in de bouw en alles wat daarmee mee te maken heeft. Dus het zal duidelijk zijn dat het niet de makkelijkste jaren zijn. Dat snap ik, maar dan is het hier. Zijn jullie bijna dan vriendschappelijk met elkaar? Hoe moet ik dat duiden? Of is het, blijft het wel een zekere afstand zo onderling? Of nee, de een gaat misschien wat. Ik ga het ook niet voor jullie invullen. Nee, maar dat is heel verschillend. Er zijn weliswaar zitten we heel kort in het pand, maar we kennen wel heel veel ondernemers. En bij sommigen heb je al wat langere relatie en dan ben je wat closer. En bij de ander moet je die relatie nog ontdekken. En bij de een heb je qua business samenwerking meer als met de ander, weet je. In die zin is het net zoals in je familie of kenniskring. Maar wat wel aansluit op wat Hans zegt over hoe ga je dan met die economische omstandigheid op. Mm-hmm. Je hebt wel hier dat als je een draai om je oren krijgt, hè, vanuit je ondernemerschap gezien. Je hebt hier ook wel de hulpvraag die je kan vragen. Waarmee je of met werk of met anderszins die hulp kan neerleggen om je uiteindelijk voor het ergste wat de onderneming kan overkomen dat faillissement af te gaan. En soms is dat ook goed en soms moet het ook, maar die expertise is hier gewoon in huis. Nou, dat gaat breed. Hè. Als je wat stress hebt, dan hebben we straks fysiotherapeut ter beschikking. Ja, die komt als laatste, geloof ik. Hè? Zie je die me zitten, dan kan je aan de overkant een glaasje wijn drinken. Het hele. Dus er zijn allerlei hulpmiddelen hier ter beschikking. Dat is geen toeval, er is over nagedacht. Nee, daar heeft Dave wel over nagedacht, ja. Dus het zit helemaal goed dichtgetimmerd. Vandaag overigens zal dat allemaal niet nodig zijn, want het is feest en iedereen is vrolijk. Van harte gefeliciteerd sowieso met de opening van dit pand en alle drie en ook alle andere ondernemers een hele mooie toekomst gewenst. Dank jullie wel. Dank je wel.